Bij het woord monument denkt u aan de dorpskerk, aan een meer dan honderd jaar oude fabriek of aan het vroegere woonhuis van de een of andere bekende schilder. Of u denkt aan een kunstwerk of een herdenkingsteken midden op een plein, maar u denkt niet aan een boerensloot. Ik neem het u niet kwalijk, er zit immers geen monumentenschildje op. En er staat geen informatiebord van de historische kring om u uit te leggen waarom deze sloot monumentale waarde heeft. Er zijn, naast de boer die hem schoon moet houden, ook niet veel mensen die zich druk maken over een boerensloot. Daar waar een scheve kerktoren de mensen op de been krijgt om hem overeind te houden, ligt er niemand wakker van een kromme sloot, behalve ik. Dat is de sloot zijn eigen schuld, want zo'n sloot profileert zich ook niet echt als een monument. Monumenten zijn immers stoffig, grijs en scheef met scheuren. Monumenten geven vaak problemen. De oorspronkelijke gebruiker is vertrokken en nu moet er een nieuwe functie in worden gepast met behoud van de historische waarde en uiterlijk. Behoud door ontwikkeling heet dat in monumentenjargon. Leuk, maar lastig. Passen en meten. En daar zit het verschil: monumenten worden hergebruikt, een sloot wordt gebruikt. Sommige meer dan duizend jaar oud, maar nog immer van vitaal belang. Nu wij ons land voor een groot deel onder de zeespiegel hebben gepompt, meer dan ooit zelfs. Een sloot behoeft geen herbestemming, een sloot is springlevend. Een beetje boeren sloot herbergt kikkers, vissen, eenden en hier en daar een muskusrat en een ringslang. En de mooiste, die met natuurvriendelijke oevers, huisvesten nog veel meer. Ijsvogeltjes, dotterbloemen en groene glazenmakers om er maar een paar te noemen. Maar niet alleen de natuur geniet van een mooie boerensloot. Ook ik als mens beleef er een hoop plezier aan. Bijvoorbeeld tijdens het beoefenen van mijn favoriete sport, het polstokspringen. Iets wat ik overigens niet als sport bestempel, maar als cultuurbeleving. Ik zie een wedstrijdje slootjespringen meer als een museumbezoek, als iedere dag open monumentendag, met als ultiem moment natuurlijk de mislukte sprong waarbij je in de sloot belandt. Dit biedt je het mooiste. Dat staat hier tussen aanhalingstekens: het mooiste zicht op de polder, het zicht vanuit Kikfors perspectief. En je hoeft je thuis dus niet te schamen voor het natte pak. Je hebt zojuist een zeer indrukwekkende kennismaking achter de rug, of eigenlijk in de kleren, met een monument. Eén die je nog lang zult herinneren en die je nog lang zal blijven ruiken.